En vandaag is de Dam even het Tahrirplein. Dat zeg ik niet omdat dat zo lekker klinkt, maar dat zeg ik omdat wij daarmee onze solidariteit betonen met die moedige mensen op het Tahrirplein en in andere delen van Egypte die met risico voor hun eigen leven opkomen voor wat wij hier vandaag allemaal zo heel gewoon vinden. Democratie, het recht om te demonstreren en het recht op een gelukkig en goed leven voor zover je jezelf daarvoor kan inzetten. Dat verdienen mensen in Egypte ook. Deze week heb ik een debat gehad met premier Rutte. En inderdaad, toen ik de houding van Nederland bekritiseerde, een houding die steun uitspreekt, steun aan de dictator Mubarak, al 30 jaar. Financiële steun vanuit de Europese Unie, 200 miljoen euro per jaar. Steun uit Amerika, 60 miljard dollar in 30 jaar. Allemaal om stabiliteit in het Midden-Oosten te kopen. Over de ruggen van de bevolking van Egypte en alle andere landen in Noord-Afrika. Dat moet stoppen, niet in september, maar nu! De eis van de mensen op het Tahrirplein is het vertrek van Mubarak. Mubarak moet weg, nu! Mubarak moet weg, nu! De Nederlandse regering heeft het standpunt ingenomen. Mubarak moet weg! 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 De Nederlandse regering heeft het standpunt betrokken dat democratie in Egypte wenselijk is en dat Mubarak ook wel op enig moment weg moet. Maar wanneer Mubarak te snel weg zou gaan, dan zou er wel eens chaos kunnen komen, vreest de Nederlandse regering. Laat dat nou ook precies het standpunt van Mubarak zijn. Kiezen wij voor de orde en de rust van de dictatuur? Of kiezen wij voor de drukte en misschien ja een rommelige overgang naar democratie? Ik kies voor het laatste. U toch ook? Het is vrijheid! Het is begonnen in Tunesië. Het is nu Egypte. Andere landen zullen ongetwijfeld volgen. De geest is uit de fles. De mensen hebben de smaak van democratie te pakken. Dit is niet meer te stoppen en dit zal niet meer stoppen. Zeker niet wanneer wij in Europa en onze vrienden in Amerika stoppen met steun aan de dictatuur. Laat dat het signaal zijn van deze bijeenkomst. Laat dat het geluid zijn dat ook in de Tweede Kamer te horen is. En laat dat het geluid zijn wat ze ook horen op het Tahrirplein. Zodat die moedige mensen weten aan het eind van vandaag dat in Amsterdam en in tal van andere steden er mensen waren die daar demonstreerden voor hun vrijheid. Omdat wij dat in vrijheid kunnen doen voor hun vrijheid. Daarom demonstreren wij vandaag. We hebben vandaag maar 1 uur om hier met elkaar te zijn. We hebben maar 1 uur om hier met elkaar te zijn. Maar als u straks naar huis gaat, zet u ook weer de televisie aan. En gaat u ook volgen wat daar gebeurt. Ik doe dat met een enorme blijdschap, maar ook met een enorme vrees. Want ik weet dat de panzervoertuigen die in de kazerne staan en door de straten rijden van Egypte, dat onze panzervoertuigen zijn. Die heeft Nederland geleverd. Nederland heeft de afgelopen 15 jaar tot in 2009 meer dan 1000 panzervoertuigen aan Egypte verkocht. Wij moeten geen wapens leveren aan dictaturen. Deze week,
Deze week sprak ik minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken aan op de verkoop van panzervoertuigen van de afgelopen jaren aan Egypte. En zijn antwoord was: er zijn afspraken over wapenexport. En een van die afspraken is dat er niet wordt geleverd aan landen die die wapens inzetten tegen hun eigen bevolking. Dat blijkt dus een mooie misrekening. Dat blijkt een mooie misrekening. Dat is net zo fout als de F-16's die verkocht zijn aan Turkije, die ook ingezet werden tegen de Koerden. De panzervoertuigen die aan Egypte zijn geleverd, hadden nooit aan Egypte mogen worden verkocht. En daarom moet het wapenexportbeleid dat Nederland en Europa heeft worden aangescherpt. Er mag niet worden geleverd aan landen die mensenrechten schenden, ongeacht of ze dat nou tegen hun eigen bevolking inzetten of tegen anderen. Landen die mensenrechten schenden, dictaturen, verdienen geen wapens uit Europa, geen wapens uit Nederland, helemaal geen wapens. Wij sluiten vandaag af met muziek en ik hoop dat ze op het Tahrirplein ook binnenkort muziek kunnen laten horen en dat ze daar in blijdschap kunnen vaststellen dat hun eisen zijn gehonoreerd, want chaos komt er niet na het vertrek van Mubarak. Chaos komt er zonder het vertrek van Mubarak. Mubarak moet weg! Mubarak moet weg! Mubarak moet weg! Dank u wel! Mubarak moet weg! 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 Ja, Nasser! Is goed in die dam! Erhal ja Mubarak! Erhal ja Mubarak! Erhal ja Mubarak! Is limer erhal li ma betefhamsh ya Mubarak! Erhal ya Mubarak! Erhal ya Mubarak! Een hele goede middag allemaal! Een hele goede middag allemaal! Dit is denk ik de enige manier om het te beginnen. En dit is de enige manier om onze broeders en zusters op het Tahrirplein te gedenken en te ondersteunen. Door de uitroep: Erhal, Erhal, ja Mubarak! En verder, dank aan de SP die dit heeft georganiseerd en daarmee te kennen heeft gegeven. En gedachten heeft laten gaan dat er in Nederland, in de Nederlandse politiek, ook een politiek bewuste partij is die zich niet verschuilt achter halfzachte opmerkingen, maar die gewoon zegt: het moet nu eindigen. We staan bij elkaar als Hollandse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Turkse Nederlanders, Egyptische, Tunesische, Iraakse, noem maar op Nederlanders. We staan bij elkaar als islamitische, christelijke, Joodse en atheïstische Nederlanders. Maar wat ons verenigt is, we zijn Nederlanders. En buiten dat zijn we vandaag allemaal Nederlandse Egyptenaren. Erhal, erhal, ja Mubarak! Eskot en Nidam! Lima huwa Nidam! Eskot en Nidam! Lima huwa Nidam! Erhal ya Mubarak! Assad, you need Mahar al Nidam! Assad, you need Iskhat al Nidam! Assad, you need Iskhat al Nidam! N, 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 N!
En even een Saab juridisch kaart in Nidam. Mohaken met een Nidam, Linda IJzel. Maar ook heel belangrijk, we staan hier bij elkaar voor Egypte. We staan hier bij elkaar voor Egypte. Maar hulde aan het Egyptische volk. Hulde aan het Tunesische volk. En laten we niet vergeten. En laten we alle dromen uit de wereld helpen. Ook in de andere Arabische landen moet er van alles veranderen. Algerije. Marokko. Jordanië. Jemen. Palestina. Alle Arabische landen zijn aan verandering toe. En laten we ook niet vergeten. Ook onze eigen regeringen zijn aan verandering toe. We moeten toe naar een Nederlands kabinet wat zich onomwonden uitspreekt tegen alle vormen van dictatuur. Nogmaals. We komen toe aan vrijheid, vrijheid. Deze man wil ook... Waar het even voor alle duidelijkheid, nogmaals, waar het om gaat, is... We kunnen de Arabische regimes van alles verwijten, maar van die regimes weten ze en weten wij dat ze dictatoriaal zijn. Onze eigen westerse regimes laten te veel ruimte voor de dictatoren in deze wereld. Ze spreken zich niet uit tegen dictatuur. En het is te gek voor woorden dat de Nederlandse regering, als Mubarak nog niet is afgestapt, zegt: maar we zijn op de goede weg. De enige goede weg is als de man vanavond aankondigt dat hij aftreedt. Namens heel Nederland. Namens heel Nederland en alle inwoners en burgers van Nederland. Erhal, erhal, ja Mubarak. Erhal, erhal, ja Mubarak. Erhal, erhal, ja kul Nidam Arabi. Erhal, erhal, ja Mubarak. Tahya Masr. En ik dank u allemaal.